En wanneer ik even, persoonlijk als rapporteur, deze lijn mag doortrekken, dan zou ik hier aan toe willen voegen, mondeling, dat in de nieuwe samenleving die wij samen aan het opbouwen zijn, en waarbij op alle burgers, vrouwen en mannen, een beroep wordt gedaan tot meewerken, ook tot het brengen van offers, gaat het niet aan dat op grond van seksen dezezelfde burgers dan weer zouden worden onderscheiden in eersterangs- en tweederangsburgers. Wat betreft de taak van de EEG-commissie, die taak bestaat, kort gezegd, uit observeren en stimuleren. Wat de lidstaten betreft, meneer de voorzitter. Op 30 december 1961 is in een conferentie van lidstaten van de gemeenschap een resolutie aangenomen. Die vindt u in de bijlagen bij dit rapport. Waarin de politieke wil wordt uitgedrukt. En dat is, dacht de sociale commissie, van het meeste belang. De politieke wil wordt uitgedrukt om tot een volledige toepassing van artikel 119 te komen. In die resolutie heeft men neergelegd het tijdschema waarover men het eens is geworden. Dat was dus 30 juni vorig jaar, overmorgen dit jaar, 1 januari 1965. En men heeft erin neergelegd de toepassingsmodaliteiten. Namelijk dat de vrouw in rechten haar recht op gelijke beloning zal kunnen verdedigen. En in de tweede plaats, kort gezegd, de opheffing van alle openlijke en verborgen discriminatie op dit gebied. Nu hebben in de lidstaten niet alleen de regeringen ten aanzien van de toepassing van artikel 119 een taak, maar ook de organisaties van werkgevers en werknemers, uit hoofde van hun invloed op de totstandkoming van een loonpolitiek in hun land. Dit komt in de resolutie die u wordt voorgelegd tot uitdrukking. Ik zou graag tot slot van die inleiding nog een persoonlijke notitie toe willen voegen. Grote groepen vrouwen in onze gemeenschap bevinden zich in een maatschappelijk geïsoleerde en achtergestelde positie. Deze situatie leidt voor veel vrouwen tot individuele schade. Schade op economisch gebied, op sociaal gebied, maar ook op geestelijk gebied. Deze achterstelling leidt echter ook tot grote schade voor de Europese gemeenschap als geheel. Vrouwen vormen door hun achterstandssituatie een minderheidsgroep in alle beleidsbepalende instanties. In regeringen, in parlementen, in politieke partijen, in werkgeversorganisaties, in vakbonden en zelfs in de leiding van de kerken. Dit betekent niet alleen dat ze niet voldoende invloed uit kunnen oefenen op de verbetering van hun eigen positie. Het betekent ook dat hun stem onvoldoende doorklinkt in alle beleidssectoren die betrekking hebben op de ontwikkeling van onze moderne samenleving. De oplossing van die problemen vraagt om de creatieve inzet van alle beschikbare talenten. Talenten van mannen en vrouwen. De oplossing van die problemen vraagt ook om een brede en loyale steun. Steun van alle burgers. Steun van mannen en vrouwen. Om op die steun en op die inzet te kunnen rekenen, moeten achterstellingen bij vrouwen worden weggewerkt en evenwichtige en rechtvaardige verhoudingen tussen Europese burgers worden geschapen. Dat, mevrouw de voorzitter, is het doel van dit rapport. Mogen dat ook het doel zijn van het debat van vandaag. Ik dank u wel. Si può chiedere se le nostre richieste sono compatibili con una situazione di crisi. Se chiediamo molto, troppo, non lo crediamo. Le donne, i loro movimenti, le loro associazioni sono portatrici di una scala di valori nuovi. Dalle donne viene ad esempio l'interrogativo se il benessere sia solo quello che si acquista col denaro o non sia anche più libertà e possibilità di realizzarsi, rapporti interpersonali più umani, un ambiente meno inquinato, un modo nuovo di lavorare, un mondo liberato dall'incubo del riarmo e della guerra. Le donne cioè non pongono un problema settoriale, ma di carattere generale quando pongono il problema della loro condizione, e cioè quello della qualità e dei fini dello sviluppo. È illusorio pensare di uscire dalla crisi senza le donne e contro le donne.
cercando soltanto di ripristinare vecchi equilibri, sistemi di convenienza tradizionali, privilegi annosi e facendone pagare il prezzo alle masse femminili. Vorrei infine invitare i colleghi a riflettere su un fatto. Questa risoluzione è un atto di fiducia nella comunità e nel suo avvenire. Vi si chiedono nuovi strumenti giuridici comunitari. Essa invita le donne europee a sperare che da una più incisiva azione comunitaria, da una maggiore integrazione europea, possa derivare un aiuto alla loro battaglia di emancipazione e di liberazione. Del resto, tra le donne europee ci sono pochi conflitti di interessi. Un progresso sulla via della parità in un paese è un aiuto, uno stimolo per gli altri, non oggetto di invidia, semmai di emulazione. Mi auguro che questa Assemblea saprà rispondere a queste speranze e a queste attese. Vorrà cioè coronare con l'adozione di questa risoluzione il molto lavoro già fatto. In questa Europa dove tutti, dopo il vertice di Atene, parlano di fallimento e di crisi della comunità, i colleghi potranno invece dire che il Parlamento continua la sua battaglia. Potranno quindi rivolgersi alle elettrici europee, forti di un positivo lavoro svolto in favore delle donne. Potranno dire ad esse: abbiate ancora fiducia nell'Europa, abbiate ancora fiducia nel suo Parlamento. Det er vigtigt, at der generelt sikres et bedre arbejdsmiljø. Ikke blot for kvinder, men også for mænd, blandt andet så forplantningsevnen kan bevares. Imidlertid falder beskyttelse af mændenes forplantningsevne uden for dette direktivs formål. Direktivets overordnede formål er, at kvinder, der er gravide eller lige har født, skal kunne gå på arbejde uden risiko. For at opfylde denne målsætning må direktivet fastlægge nogle principper og metoder, der i praksis er velegnede til dels at sikre det særlige beskyttelseshensyn på et stadigt stigende niveau, dels at medvirke til en løbende evaluering af den viden, der findes på området, og dels at medvirke til et højt og gensidigt informationsniveau, såvel nationalt mellem myndigheder, arbejdsgivere og arbejdstagere, som på europæisk plan mellem medlemslandene. Kvindeudvalget foreslår desuden, at den samlede orlovsperiode minimum bliver på 16 uger. Efter min opfattelse burde kvinderne sikres mindst 14 ugers orlov efter fødslen. Derfor er det vigtigt, at landene til stadighed arbejder for en udvidelse af orlovsperioden, og vi håber i øvrigt, at kommissionen snarest fremsætter et direktivforslag om forældreorlov. Dan het tweede punt, de doelstellingen, de uitgangspunten. Die komen erop neer dat wij vinden dat vrouwen, evenals mannen, als volwaardige burgers moeten kunnen participeren aan het economische, aan het sociale, aan het politieke en aan het culturele leven. Het privébestaan, de zorg voor anderen, moet conflictloos kunnen worden gecombineerd met de economische zelfstandigheid. In alle sectoren van de arbeidsmarkt zou de participatie van vrouwen even vanzelfsprekend moeten zijn als die van mannen. En de terreinen waar besluitvorming plaatsvindt, moeten niet langer door mannen worden gedomineerd. Die uitgangspunten gaan natuurlijk veel verder dan het inhalen van achterstanden. Ze benadrukken dat vrouwen een belangrijke bijdrage aan de samenleving hebben en moeten leveren. Gelukkig staan we niet alleen in die visie. De Europese Commissie heeft haar uitgedragen op de top in Cairo, top in Kopenhagen en in hoofdstuk 5 van het witboek over het sociale beleid. En ik neem aan dat ze die visie ook zal uitdragen in Beijing op de vrouwenconferentie daar.
Prima di tutto il concetto di salute pubblica, che noi abbiamo interpretato in un concetto ampio, esattamente come viene definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La salute è uno stato di pieno benessere fisico, mentale e sociale, in linea quindi anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. E poi il concetto stesso di violenza, che comprende proprio questi aspetti citati. La violenza è un attacco all'integrità psichica e fisica di coloro che la soffrono, ma è anche un grave danno sociale che pregiudica tutti, la vittima, gli aggressori e i cittadini. Il secondo punto è stato questo: pur nell'ambito di questa base giuridica, che ripeto a non finire, è troppo stretta, la vediamo rigida, la violenza è soprattutto, e qui la ribadiamo fortemente, violazione dei diritti umani, e quindi l'azione contro la violenza deve realizzarsi a partire da un'impostazione multidisciplinare. Per questo noi non possiamo lasciare da parte alcuni diritti violati, non possiamo dire l'abuso e la violenza in famiglia sì, ma la tratta no, e i nostri emendamenti cercano di inserire la violenza in tutte le sue forme. Il programma Daphne ci ha dimostrato di possedere un grande valore aggiunto nella lotta contro questi tipi, contro questi problemi, soprattutto perché è riuscita a coinvolgere le organizzazioni non governative, facendole lavorare con le istituzioni, così come noi ribadiamo che sia indispensabile un collegamento e un coordinamento tra i vari programmi che si interessano di questi problemi, in modo particolare tra il programma STOP e il programma Daphne. Rozdielne odmeňovanie mužov a žien nie je novým problémom. Vyše 50 rokov má článok rímskej zmluvy, ktorý zakázal diskrimináciu v odmeňovaní mužov a žien. Ale od roku 1975 máme platnú smernicu 117, ktorá prikazuje členským štátom uplatňovať princíp rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu. Samozrejme, nie každý rozdiel v odmenách je výsledkom diskriminácie. Podľa zákona veľkých čísiel však pretrvávajúce rozdiely v hodinových hrubých mzdách nie sú zdôvodniteľné. Od roku 1995 do roku 2006 sa podľa Eurostatu rozdiely na báze hodinových zárobkov znížili zo 17 na 15 %. Síce trend je klesajúci, ale nie priamočiary. Podľa štúdie Dublinskej nadácie v roku 2007 v štyroch krajinách Európskej únie tieto rozdiely dokonca narástli. Ak by sa rozdiely v zárobkoch znižovali existujúcim tempom a nenarastali by z času na čas, vyrovnali by sa možno po viac ako ďalších 70 rokoch. Môžeme sa zhodnúť na tom, že existujúca legislatíva v danej oblasti asi je málo efektívna. Dôvody existencie rozdielov v odmeňovaní sú rôzne. Sú systémového i individuálneho charakteru. Sektorálna, vertikálna a horizontálna segregácia, klasifikácia povolaní, podmienky zosúľaďovania rodinného a pracovného života a stereotypie tiež hrajú významnú úlohu v pretrvávaní rozdielov v odmeňovaní. Otázka dnes stojí tak, čo môže Európsky parlament urobiť pre riešenie tejto záležitosti? Na jednej strane je pretrvávajúci problém, na druhej legislatíva, ktorá je málo účinná. Pritom samozrejme musíme mať na zreteli, že dôvody spôsobujúce rozdiely sú ďaleko za hranicami legislatívy. Európsky parlament však má v rukách iba jeden prostriedok – legislatívu. V tejto záležitosti teda každý zúčastnený má svoju zodpovednosť. Naša je v tom, či dokážeme vyslať signál, že chceme dokonalejšiu a účinnejšiu legislatívu v záujme nastolenia spravodlivejších pomerov na trhu práce. Ďakujem. Monsieur le président, chers collègues, les carrières artistiques ne sont pas épargnées par la persistance de fortes inégalités entre les hommes et les femmes. Dans mes responsabilités artistiques, c'est un sujet qui me tient à cœur, tant la discrimination à l'égard des femmes dans les arts du spectacle vivant est encore prégnante, surtout pour les postes à haut niveau de responsabilité.
il y a si peu de femmes directrices de théâtre, de troupes chorégraphiques ou d'opéra. Par exemple, il est important de généraliser l'usage de l'audition pour le recrutement des musiciens d'orchestre derrière un paravent, à l'instar de ce qui se pratique déjà dans les entreprises avec le recours au curriculum vitae anonyme, d'une part, parce que c'est le seul moyen pour les femmes d'accéder au poste de soliste d'orchestre, et d'autre part, pour lutter contre les discriminations raciales. Par ailleurs, l'articulation entre les engagements professionnels et familiaux affecte plus encore les femmes dans ce secteur, en raison des horaires de travail atypiques liés à l'exercice de leur profession, d'où la nécessité de créer des horaires spécifiques d'ouverture de crèche en adéquation avec les métiers artistiques. Mes chers collègues, l'Europe, terre ancestrale de culture, ne peut pas rester inerte devant ce désordre qui la pénalise. Je vous remercie.